bijvoorbeeld vandaag wil je het met ons gaan hebben over iets wat in jouw folder staat, namelijk beëindiging ondersteuning Windows XP. Een belangrijk onderwerp. Waarom? Ja, waarom is dit zo belangrijk? De stop van Windows XP. Windows XP is een besturingssysteem voor laptops en PC's. Betekent niet alleen dat Microsoft vanaf 8 april, want dat is de datum, gaat zeggen wij stoppen ermee. Maar ook de banken gaan ermee stoppen. En met name die boodschap, daar gaat het om. Ja, voordat we daar verder op ingaan, waarom stoppen ze daarmee dan, Windows? Ja, Microsoft, dus Windows, is genoodzaakt te stoppen omdat het systeem qua beveiliging niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan internetsites. En op het moment dat dat gaat gebeuren, worden allerlei zaken onveilig. En dat is de reden. En de banken dus ook. Wat betekent dat dan? Ja, wat wordt er onder andere onveilig? Dat is dat de werking van het telebankieren, wat u en ik doen om rekeningen te betalen, niet meer fatsoenlijk werkt. En dat daardoor dus eigenlijk niet alleen die site natuurlijk problemen vertoont, maar ook de veiligheid van de klant die het gebruikt natuurlijk per direct in het geding is. Wat moeten mensen dan doen? Ja, dan is er eigenlijk een hele drastische stap te nemen. Je kunt daarin twee kanten op denken. Dat is dat we zeggen, we gaan het bestaande systeem upgraden naar het nieuwe Windows 7 of Windows 8. Of, als dat niet mogelijk is, echt daadwerkelijk het systeem of laptop vervangen voor een nieuw apparaat. Waarmee we uiteraard de gegevens van de klant over gaan zetten naar het nieuwe verhaal. Maar dat hij ook uiteraard veilig weer, onder andere op zijn banksite en dergelijke, zijn werk kan gaan doen. Maar jij hebt het dus in jouw folder staan. Krijgen die mensen die dat dan nog gebruiken daar ook nog een waarschuwing van? De mensen zelf krijgen van Microsoft uit niet echt een signaal op hun computer zelf. Vandaar dus ook deze uitzending. Wel is het signaal internationaal wereldwijd afgegeven dat 8 april de deadline is waarop het echt stopt. En dat wij uiteraard via onder andere Weer TV, maar ook onder andere via de site en uiteraard via de huis en huisfolder, de mensen er echt met klem op adviseren daar absoluut iets mee te gaan doen. Want als ze dat niet doen, concreet nog even? Ja, dan ontstaat er het verhaal dat de telebankiersite als voorbeeld natuurlijk onbetrouwbaar is. Maar erger nog, overkomt die klant iets als gevolg van dat hij op XP nog werkt, dat hij geen poot meer heeft om op te staan om eventueel ook in aanmerking te komen voor vergoeding die bijvoorbeeld internetfraude met zich meebrengt. Dus daarin zie je dat het echt een echte discussie is en niet zozeer meer een vrijwillige keuze is, maar echt een moetje is. Dus dat de mensen echt serieus ermee aan het werk gaan. Dus ze kunnen bij jou daarvoor in de winkel komen, dat ze kunnen vragen wat in hun situatie de beste oplossing is. Juist, wat wij eigenlijk doen is de mensen sowieso uitnodigen om langs te komen. Wij kunnen dan kijken of de bestaande apparatuur die de klant heeft geschikt is voor een upgrade. Of dat we toch dan wel aan echt toch die vervanging moeten denken. Absoluut.